Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 17 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zal even het gordijn een beetje naar achter doen. Ik heb gisteravond gewoon weer gekeken naar... Ik weet er alles van in de BNB voor Liefde en ik ben nu al echt zwaar verbaasd. Er is één dame die doet mee en... Die kreeg een man op bezoek en hij is ook goochelaar, hij is oud-opsporingsambtenaar geweest. De gastvrijheid ontbrak al een beetje. Ik weet niet precies hoe laat hij aankwam, maar hij kreeg gewoon een bakje koffie en zo. En het was allemaal prima. Ze vroeg later ook wel, wil je nog wat anders drinken? Nee, hij hoefde even niks. Maar blijkbaar had hij dus geen avondeten gehad. Dus heeft hij toch later op de avond zelf maar een tosti gemaakt. Nou ja, dan ben je in een huis wat je niet kent en allemaal vreemd. Nou ja, de volgende dag staan ze op en... wil je wat eten? Nee, ik maak straks wel wat. Want hij gaf dus ook aan dat hij s'avonds al een tosti had gemaakt. Ja, zegt ze, ja, zat ik laatst wel aan te denken. Dan heb je wel avondeten gehad. En nou ja, goed, blijkbaar dus niet. Toen kregen ze op een gegeven moment ook een vriendin over de vloer, ook vanuit Nederland. En gingen ze lunchen. Buiten de deur. Nou ja, zij bestelde ook een wijntje. Die vriendin nam wat fris. En hij ging ook ineens een wijntje bestellen. Maar dan zie je hem dus eigenlijk vertellen van, ja, maar ik hou helemaal niet van alcohol. Ik vind wijn helemaal niks. En het is helemaal mijn ding niet. En je zag ook echt, hij nam een slok. En je zag dat gezicht helemaal... betrekken. Dus dan denk ik al van, maar waarom bestel je dit dan? Want je houdt er helemaal niet van. Nou ja, toen vraagt zij op een gegeven moment aan hem van, ja, rijd je normaal wel auto? Nee, zegt hij nee, want ik heb geen rijbewijs. En nee, dus er eigenlijk nooit van gekomen om dat te halen. Nou, dat was voor haar no-go, want dat had je daar in Griekenland echt heel hard nodig. En toen kwam er eigenlijk op neer, nou, dan kon die beter gaan. Dus ik dacht, nou, volgens mij was dat niet de enige reden. Volgens mij voelde ze de klik gewoon niet helemaal, maar heeft ze het daarop gegooid. Dat vond ik wel heel raar. Dus heel veel mensen die kijken, die gaan er ook helemaal over los, omdat het gewoon natuurlijk heel vreemd is. Daarna heb ik even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn vlog afgemaakt en de foto's bewerkt. Dat is allemaal gelukt. Nog wat foto's bewerkt voor het artikel van vrijdag. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna weer CSI. Was ook wel weer een hele bijzondere, mooie uitzending, moet ik zeggen. Toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Dat ging eigenlijk ook allemaal wel vlot. Ik ga zometeen gewoon allemaal klusjes doen. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Maar ik heb eerst even een pakketje die ik je ga laten zien. En dan ga ik even mijn was aanzetten en dat soort dingen. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee vandaag. Namelijk alweer een nieuwe trendeditie van Essence. Die heb ik gekocht. Even kijken hoe ik het allemaal ga doen. Met het opnemen en alles. Even kijken. Ik heb wederom weer een monstertje. En dit is een tonic toner. Dit keer. Dus dat is wel leuk. Even spulletjes uitpakken. Het is altijd goed verpakt. Daar ben ik wel blij mee. Dit is namelijk de collectie Live Life in Coral. Hij komt deze maand ook in de winkel. Halverwege de maand, misschien dat het ieder moment kan zijn. Ik heb hier allereerst een Matic Fine Power. Dat is deze. Met de naam 01 Smell from Shore to Reef. Die heeft dus een hele mooie binnenkant. Kijk. Ik kom die echt lekker over, want ik zit precies in het licht. Dus dat is deze. Dan hebben we een hele mooie blushlighter. Ik vind het meer een blush eigenlijk als een highlighter. Deze heeft de naam 01 Glowing Coral Tastic Baby gekregen. En dit is dus gewoon zo'n stick. Ik denk inderdaad dat er een highlightertje in zit. Er zit een soort glimmertje in. Niet in de doos, tijger. Doe eens even niet zo vervelend alsjeblieft. Nee. Doosje dicht doen, dan gaat ze weer in die doos hangen. Dan is er een hele mooie, een heel mooi lipmasker. Kijk eens hoe mooi die is opgebouwd. Echt fantastisch om te zien. Oh ja, hij zit verder dicht, maar dat zien we nog wel. Want hier komt ook alweer een video van mij. Maar hij ziet er echt heel erg mooi uit. Even sprayen, want tijger komt eraan. Ik zit er ook niet heel erg lekker voor. Volgens mij is dat het. Deze heeft de naam 01 Coral Tastic Vibes gekregen. Dus ook heel prachtig. Ja, zie ik dat er gewoon niet goed voor.
Dan is er nog een setje met nagelstickertjes, ook heel leuk zomer. Heeft de naam 01 It's a Wheel of Happiness gekregen. Hij is bij de Boosie Shop al te koop, maar hij komt dus ook nog gewoon in de winkels. Dan hebben ze een I Love Extreme mascara en deze is blauw. Dus ik ben wel benieuwd of deze wel werkt. Ik heb laatst een blauwe mascara uitgetest van Catrice, dat was echt niks. Hij is Ultra Blue. Heeft hij een naam? Uh, 01 Blue Beautiful Corals. Even kijken hoor. Gaan we toch even kijken. Oh ja, dit is blauw. Hier hou ik wel van. Daar ben ik benieuwd naar. Ja. Ruikt wel gewoon puur naar mascara. Maar ik vind hem wel heel tof eruit zien. Dan is er nog een lipolie. Ook een heel leuk blauw kleurtje. Komt allemaal niet zo lekker over met dat goud. Heeft de naam 01 Cool Cuter Corals gekregen. Ziet er ook mooi uit. En het laatste wat er is, dat is een lipgloss. Die ziet er zo uit. Ik ben benieuwd of die een kleurtje geeft of dat die toch weer meer transparant is. Heeft de naam 01 Sun Rising Reef gekregen. Dus dat is deze collectie. Nogmaals, hij ligt ergens deze maand ook in de winkel. Misschien dat het er al wel ligt, dan heb je hem al wel gespot. Maar ja, ik kom natuurlijk niet zo heel vaak in de winkel, dus ik weet het niet. Of die er al is. Maar goed, hij is in ieder geval online al wel te koop. Maar hij gaat ook wel weer heel erg hard, zag ik. Goed, eventjes een wasje pakken en dan ga ik jullie meenemen. Want dan gaan we aan de gang. Even een kaartje gekocht voor lente. Ik had nu geen tijd om er zelf één te maken. En lente wil een eenhoornfeest. En hier zaten wel wat eenhoorn dingen op. Dus ik dacht, nou, dan heb ik die gekocht. Die ga ik nu even schrijven. Dan kan die morgen op de brievenbus. Want maandag is ze jarig. Zo, ik heb jullie geprobeerd een beetje mee te nemen bij het legen van de vaatwassen, kaartjes schrijven voor lente en de was eraf te halen. De huidige was die draait nog. Ik heb eerst mijn haar anders gedaan, want het zakt steeds uit, maar nu heb ik het toch wel heel warm gekregen. Maar komt omdat ik bezig ben geweest. Ik ben ook echt letterlijk net pas klaar. De katten hebben net lekker hun eten op, dus uiteindelijk is het allemaal wel weer gelukt. Maar het was wel eventjes dat ik dacht van, poeh, ja, het is allemaal even veel. Maar dat geeft niet, want dan komt het ook wel weer helemaal goed. Ik ga zometeen gewoon eventjes lekker relaxen en dan strakjes lekker douchen en eten. Mijn nagellak begint nu te slijten. Nu kun je jullie goed zien. En dan ga ik daarna, ik ga vanavond gewoon weer lekker kijken naar Ik weet er alles van en de BNB Vol Liefde. Want er wordt weer een nieuw iemand voorgesteld. Dus ik ben natuurlijk wel weer heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog uploaden, want het duurt altijd wat langer. Even thumbnail maken, mijn blogpost schrijven, nog even verder met die foto's. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie die gewoon super leuk is en super spannend. Het voelt een beetje soapachtig aan, zeg maar. Gaat weer elke keer verder. Maar ja, het is omdat het maar 17 afleveringen, maar dat is op zich best wel ruim. Maar verder is het allemaal wel weer goed. Dus ik ben allemaal wel blij met wat ik heb kunnen doen. Ik moet nog even zo'n postzegel kopen. Ik koop meestal zo'n code, zeg maar. Die moet ik dan nog eventjes op de envelop schrijven. Dan kan die morgen op de brievenbus. En ik hoop alleen dat die aankomt. Want PostNL die heeft er heel veel moeite mee om brieven te bezorgen. Ik kreeg laatste keer post en ik heb dan zo'n app. En dan staat er echt letterlijk in. Ja, we hopen het binnen 3 dagen te bezorgen.
Dus nou ja, ik hoop dat ik het allemaal red. Maar goed, dat komt vast wel goed. En verder ga ik gewoon CSI kijken. Ga ik lekker mijn boek lezen. En dan weer slapen. En is morgen weer boodschappendag. Maar in ieder geval heb ik alles weer klaar wat ik wilde doen. Dus dat is allemaal prima. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik heb trouwens ook de voetbalknuffels weggehaald. De voetbalhamsters nu. Want ja, EK is afgelopen. Dus die staan ook weer boven netjes op de plank. Het was wel gezellig dat ze er stonden. Maar ja, geen voetbal meer. Dus klaar. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 18 juli. Ik ben klaargemaakt op mijn lippenstift. Nou, die moet ik nog even opdoen. Maar dat doe ik zo even naar tandenpoetsen. Ik ga straks weer boodschappen doen. Mijn coachie is toch vroeg. Ze dacht dat ze laat zou zijn. Dus ik had gevraagd, heb je volgende week nog tijd voor de action? Want Lente die is maandagjarig. Volgende week gaan we daarheen. Toen appte ze van, nou dat kan wat mij betreft strakjes wel. Want volgende week was ze wel laat. Dus dan ga ik straks even naar de action. Even ook een cadeautje halen nog voor Lente. Dus dat is wel weer eventjes leuk. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna gewoon weer de BNB vol liefde. En ja, je moet gewoon eventjes wennen. En nog niet alle kandidaten zijn voorgesteld. Maar dat ja, komt van lieverlee wel. Dus het is op zich wel weer, je zit er wel weer lekker in. En je leert de kandidaat alweer een beetje op een andere manier kennen. Ik vind het wel jammer. Ik dacht eigenlijk dat het eerder van maandag tot vrijdag was. Maar het is nu van maandag tot donderdag. Maar ik weet dus niet of dat vorig jaar ook zo was. Maar dat maakt niet uit. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn vlog ingepland. Dat ging niet helemaal goed, die was al online gekomen. Dus die heb ik weer eventjes opgepland, neergezet. Want anders raak ik mijn hele systeem in de war. Dus sorry, mocht je al een stukje hebben gekeken en denken, waar is die vlog gebleven? Die was weer even offline. Die was weer eventjes naar vandaag ingepland. Dus ik was er even niet helemaal lekker bij. Maakt niet uit. Nou, mijn blogpost geschreven, nog even wat foto's afgemaakt. Lekker mijn Netflix-serie weer gekeken, want daar kan ik echt van genieten. En daarna zie je zij. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek is bijna uit. Ik had niet verwacht dat ik er doorheen zou komen. Maar het klonk echt om verder te gaan lezen. Dus ik ga die andere delen zeker nog wel lezen. Het is toch wel leuk dat je in het begin denkt, ik weet niet of dit wat is. Zal ik afhaken? Dat je uiteindelijk het zo leuk vindt dat je toch door blijft lezen. En zelfs nieuwsgierig bent geworden naar de andere delen. Goed, ik ga even stofzuigen en de laatste dingen doen. En dan ga ik boodschappen doen en naar de action. En ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Dus, nou ja, ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. En dan kunnen jullie even kijken naar de beelden van de action. Zo, ik heb de boodschappen binnen, dus die ga ik jullie even laten zien. Alvast even cola. Haribo kaart. Nog een flesje. Een zakje. Aardappeltjes. Oh, dit zijn ook kippenkaartjes, sorry. Dit zijn aardappeltjes. Toetjes. Boontjes. Ik moet even een spuit pakken, want het tijgertje likt. Spuitje weer even bijgepakt. Die stond nog in de keuken. Dan heb ik hamburgers voor straks. Ze waren nu in de aanbieding. Ik ben er weer twee in de vriezer, want ik waren er vier. Ik dacht dat er twee waren. Dan heb ik melk gekocht, want ik ga frappuccino maken van het weekend. En deze waren nu 79 cent bij de Lidl. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel prima, want dat is niet zo'n heel groot pak. Oei. Even een leeg blikje, want ik had een beetje dorst.
Dan heb ik er nog eentje meegenomen. Dan heb ik er ook even eentje staan. Want dan kan ik dat gewoon even gebruiken. Dan heb ik chocomel. Frikandellen. Een conditioner. Die was nu in de aanbieding. Ik dacht, dan heb ik er weer eentje staan. Want dat gaat altijd best wel hard. Slavinken. Een zakje champignons. Want er was nu in de aanbieding varkenshaasje. Dat heb ik lekker voor zondag gekocht. Dan heb ik hier nog dit setje met sokken. Want er was ook allemaal make-up op. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dat zijn van die limited edities. En dan heb ik nog dessertsaus caramel. En ik kwam deze leuke strik tegen bij de trekpleister. Die heb ik gekocht in een roze kleurtje. Die kun je gewoon zo in je haar knippen. Dus dat vond ik wel leuk. Dus ik dacht, dat staat wel weer leuk. Dat waren de boodschappen. Ik ga alles even opruimen. En dan de action komt de shop nog online. Ik denk dat ik hem dan ook gelijk gewoon dinsdag even opneem. Dan kan ik alles gebruiken. Ik ben goed geslaagd. Dus nou, dat komt helemaal goed. Kaartverlengd is gepost, dus allemaal prima. Dus ik ga even een beetje opruimen, want het is nog vroeg. Het is pas 4:15, dus het kan nog mooi even. Dus ja, dat ga ik even doen. Zo, ik heb even mooi opgeruimd. En toen heb ik lekker de katten gevoerd. Het was een beetje jammer, Mickey was een beetje schrokkerig. Die kwam al op het aanrecht. Ik zeg altijd al van gewoon in de woonkamer wachten. Maar dan hebben ze al zo'n zin in dat nat voer. Ja, dat slaat er eigenlijk nergens op hoor. Want ze hebben de hele dag door brokjes, kunnen de hele dag door brokjes eten. Maar het is gewoon een uitkijkpunt van de dag, het natte voer. Maar ja, ze willen het soms gewoon steeds vroeger. En daar begin ik natuurlijk niet aan. Het is gewoon de tijd die ik er altijd doe. Maar goed, ze hebben het weer lekker op. En, maar Mickey die pakte dus al wat uit het bakje. En dat vind ik niet leuk. Want dat wil ik gewoon niet. Want ik verdeel en ik beslis gewoon wanneer ze krijgen. En ik verdeel het netjes over de 3 poesjes. Maar goed, Mickey dacht daar iets anders over. Dus dat was niet helemaal lief. Maar goed, verder het was eigenlijk gewoon allemaal ook wel prima. Bij de action ook was het ook wel leuk. En het was wel even leuk zo. Eventjes natuurlijk nu spontaan, maar ik ben blij. Want nu heb ik in ieder geval dat ook voor lente ook binnen kaartje op de post gedaan. Dus was allemaal prima. Nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen, want daar ben ik dan wel aan toe. Dat vind ik nu ook wel lekker, want nu ben ik al een beetje op tijd terug. En dan kan ik nog eventjes lekker in de relaxmodus, want dat heb ik gewoon even nodig 's middags. Ga ik straks lekker eten en douchen. Vanavond kijk ik gewoon weer, ik weet er alles van. Dan gaan we gewoon weer naar de BB van Liefde kijken natuurlijk. Ga even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's afbewerken. Misschien alvast een stukje schrijven op de blogpost. Even kijken hoe het allemaal loopt. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. Wel weer zin in. En ik las net ook dat vanaf 30 juli komt Danny Lowinski op Videoland. En dat vond ik altijd zo leuk. Maar ik heb het nooit helemaal vanaf het begin gekeken. Dus dat ga ik dan zeker even kijken. Want dat vond ik echt altijd heel leuk. Dus dat vind ik leuk dat dat nu ook terugkomt. Het zijn wel wat oudere series. Maar ja, ik vind het gewoon wel leuk. En ook in ieder geval nog een afleveringetje van CSI ga ik kijken. En dan ga ik lekker mijn boek uitlezen, denk ik. Ik hoop dat ik hem uitkrijg. En dan ga ik lekker slapen. Goed, er was even wat gedoe met de vlog. Want ik kreeg gewoon een berichtje. Kun je de vlog alleen nog betaald kijken? Nee, absoluut niet. Je kunt gewoon ook onbetaald naar vlogs kijken natuurlijk. Maar het was weer even niet goed gegaan met inplannen. Het was niet eventjes helemaal lekker gegaan. Dus het ging even niet goed. Hij staat inmiddels erop. Maar is allemaal eventjes... Het loopt allemaal even niet zoals het moet. Dus nou ja, soms heb je dat. Ik probeer mijn best te doen om het gewoon weer goed te regelen. Maar soms is mijn hoofd een beetje in een pudding en loopt het ook niet helemaal goed. Of doet YouTube iets waarvan ik denk, hey, zo moet het niet. Maar goed, we zijn ook allemaal natuurlijk maar mensen. Een foutje kan gebeuren, maar de vlog is er in ieder geval nu wel. Goed, nu ga ik even lekker wat drinken en relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 19 juli en het huis is donker zoals je kan zien, want het is vandaag een warme dag. Ik zal heel even checken wat de thermometer inmiddels aangeeft. Hij geeft aan 28 graden, het is half bewolkt, maar ik vind dat er nog redelijk veel zon is. Ik denk laat de boel maar dicht houden. Dat is jammer genoeg van Tijgertje, want die vindt het heerlijk om in de zon te liggen. Nou ja, later misschien, maar nu even niet. Ik verwacht straks telefoon van het ziekenhuis. Ik had eerlijk gezegd al een beetje verwacht dat ze gebeld zouden hebben. Want meestal als ze zeggen we bellen 's ochtends, bellen ze, of 's middags bellen ze 's ochtends al, maar nu niet. Nou ja, is ook prima, dan wachten we het gewoon af. Ik heb daardoor ook niet zo lekker geslapen en ook wel de warmte. Dus nou ja, goed, dat is gewoon allemaal wat minder. Want gisteravond had ik echt zo'n joekel van een spin. Echt zo'n intens zwartje, die wilde bij mij naar binnen lopen via de achterdeur. Dus... gelukkig had ik een handdoek bij de hand. Nu heb ik hem teruggeduwd.
Want ja, ik ben zo bang voor spinnen. Dat is echt gewoon heel erg vervelend. En mensen die die angst niet kennen, die zullen dat misschien ook niet helemaal begrijpen. Maar ik vind het zo eng. Gisteravond heb ik gewoon, ik weet er alles van gekeken. Daarna weer de BNB Vol Liefde. Ja, het is prima. Het is wel leuk. Ik kan er wel van genieten. Dus ja, dat is wel gezellig eigenlijk. En vanavond heb je het dan niet. Vind ik ook wel jammer dat je het dan alleen van maandag tot donderdag hebt. Maar goed, dan kijk ik gewoon wat terug. Dat is ook prima. Ik kwam er ook achter dat vanaf woensdag Hudson en Rex weer op tv komt. Dat is. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die zender heet. Het was voorheen Fox, maar die heeft een andere naam gekregen. Ik zal de naam van die zender wel even onder in beeld neerzetten. Dus vanaf 8 uur heb je een dubbele aflevering van seizoen 6. Dus dat vind ik wel superleuk. Verder is het gewoon gelukt met de foto's. Ik moet nog even twee maken, want die waren nog. Die was ik. Eentje was mislukt en eentje was ik vergeten, dus dat moet ik nog wel even doen. Toen heb ik lekker mijn Netflix-serie gekeken en daarna Zie je zij. Die was heel aangrijpend. Ik heb echt een beetje wat tranen moeten laten, want er zat een hond in. Het was een politiehond uiteindelijk die hartstikke lief bleek. Maar ja, dat deed me gewoon een beetje denken aan Rex. Dus dat ja, had ik even wat tranen bij. Gewoon omdat hij ook dan ja, heel goed acteerde en ja, gewoon echt emoties liet zien. Toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek uitgelezen en gelijk ook een nieuwe gestart. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik de slaapkamer doen. Want ja, ondanks dat het warm is, moet wel de slaapkamer gedaan worden. Dus dat ga ik ook gewoon doen. En ik doe gewoon rustig aan, muziekje aan. Dus dat is het eigenlijk voor nu. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ja, ik neem jullie gewoon gezellig mee. Zo, ik ben klaar. Ik ben wel helemaal oververhit, maar dat was te verwachten, want het is natuurlijk super warm. Maar het is allemaal wel lekker schoon, dus dat is fijn. Dus ik heb vanavond wel lekker een schoon bed. Ik weet alleen nu niet of je er zo van geniet, omdat het zo warm is. Maar anders zondag sowieso, want dan wordt het weer koeler. Dus het ziekenhuis had net gebeld. De uitslag die bij de dissectie eruit kwam is hetzelfde als bij de biopt. Dus de SYN3, geen kwaadaardige cellen. Ja, het is nu eigenlijk over een half jaar word ik weer uitgenodigd voor een uitstrijkje. En dan is het afwachten wat daaruit komt. Maar ja, omdat ik die behandeling heb gehad, is er wel hoop dat het dan goed zal zijn. Dus dat moeten we gewoon eventjes afwachten. Ik heb net de katten eten gegeven. Die hebben het al lekker op. Lekker alles opgeruimd. En nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Want ik moet eventjes even bij de ventilator. Even lekker. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar, ik weet er alles van. Ik ga gewoon iets terugkijken, want verder is er niet zo heel veel wat ik leuk vind. Sowieso nog wel even een spelletje doen. Daarna ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Lekker verder met.
Netflix-serie en daarna Scott en Bailey. En dan ga ik naar bed om mijn boek verder te lezen. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. En straks kan ik wel even genieten van een heerlijke douche. Want wat ik zeg, ik voel me wel oververhit. Maar dat komt dan weer helemaal goed. Goed, ik ga jullie morgen zien, want ik ga nu niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 20 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is 30 graden buiten. En Tijgertje is een beetje onrustig. Kom maar. Die vindt er ook niks aan. Ja, die vindt het altijd lekker om echt in die zon te liggen. Maar ik denk dat ze dit ook wel een beetje warm vindt. Heb je het warm, meis? Ja. Ik ook hoor. Maar het gaat regenen als het goed is. En onweer. Dus mij is een beetje bang. Nou, ik had gisteravond eigenlijk een beetje een groot probleem. Dat was Tijger even in beeld. Ik zou de video gaan editen. En toen zag ik dus dat het geluid niet opgenomen was. Dus er is iets misgegaan met de microfoon. Dus dat ga ik eventjes nakijken. Moet ik morgen gewoon even wat testen mee doen. Want ik heb nu niet zo heel veel zin om dat te gaan doen. Misschien vanavond even. Ik moet even kijken hoe en wat. Maar dat zat dus geen geluid. En daar kon ik dus niks mee. Dus daar baalde ik enorm van. Dus dan dacht ik, oké, ik heb eigenlijk ook een video voor dinsdag. Dan moet ik even improviseren. Dus ik heb de video die dinsdag online zou komen voor vandaag ingesteld. En dan ga ik de video die vandaag online zou komen, zo meteen gewoon even opnieuw opnemen. En dan komt die dinsdag online. Dan heb ik in ieder geval dat toch weer rond. In mijn hoofd was het ook eventjes, ik baalde er zo van. Ik kon er op dat moment niks meer aan doen. Maar dan denk ik, oh, en ik liep zo lekker op schema. Ja, dan gaat het even mis, want ik had ook de boekenvideo opgenomen. Dat is ook misgegaan. Nou kan ik die aanstaande donderdag opnieuw opnemen, want mijn coach is laat. Dus dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar ik had wel even zoiets van... Chips. Dit is niet lekker. Nou ja, goed. Even geïmproviseerd. Dus uiteindelijk is het wel gelukt met online zetten. En ik heb mijn blogpost, die heb ik geschreven. Ik moest alleen nog twee foto's bewerken. Dat heb ik niet afgekregen, dus dat maak ik dan vandaag even af. Ja... Soms lukt het allemaal niet even. Dan moet je dan ook aan toegeven. Ik heb verder wel gewoon weer gekeken naar Ik Weet Er Alles Van. En daarna had ik nog... Ik had nog zo'n aflevering van Chateau Meiland. Hoe is het nu met erop staan? Dus die heb ik gewoon even teruggekeken. Dus was op zich prima. Toen ben ik nog even lekker een spelletje gaan doen. Nou ja, toen begon even dat hele gezeur dat het allemaal niet werkte. Dus ik moet natuurlijk de microfoon wel even nakijken. Want ja, als hij het ineens niet meer doet. Dat is heel raar, want hij heeft het begin van mijn boekenvideo heeft hij opgenomen. En daarna viel het geluid uit. Dus ik weet niet, ja, misschien is hij wel kapot. Dat zou wel heel raar zijn, want ik heb hem nog heel kort. Maar goed, dan heb ik er nog gewoon garantie op. Dus dan kan ik gewoon contact opnemen. Maar dat was even vervelend. Ik heb wel lekker mijn Netflix-serie gekeken. Dat eindigt ook weer echt met een, ik zou bijna willen zeggen cliffhanger, maar dat is het niet, want je kan vanavond gewoon doorkijken. Maar het was gewoon zo'n einde waarvan je dacht, chips, ik wil nu doorkijken en dat doe ik dan niet. En daarna Scott en Bailey, en toen ben ik naar bed gegaan, heb ik even lekker mijn boek gelezen. Ik heb ook niet al te best geslapen, het is natuurlijk super warm. Ik zat heel erg te miepen, deken op, deken af. Ja, en als ik dan die deken af heb, dan val ik niet in slaap. En dan uiteindelijk word je wakker helemaal in het zweet en rare dromen en nou, was allemaal niet zo lekker. Maar goed, zoals ik net eigenlijk al zei, er is vandaag ook best wel wat slecht weer aangekondigd. Dat komt het einde van de middag, geloof ik, het land binnen. Dus dat gaan we afwachten. Ik heb het cadeautje voor lente binnen. Dat laat ik even in de volgende vlog zien. Want deze vlog komt online en dan moeten ze het nog krijgen. Dus deze vlog komt donderdag online en ze krijgt het zaterdag. Dus ik zou het jammer vinden. Stel dat Nati zo kijkt. Ik weet niet of ze kijkt hoor. Maar stel dat ze kijkt, dan zou ik het jammer vinden als dat al ziet. Dus dat laat ik dan even de volgende vlog zien. Nou, ik ga dus eventjes de video opnieuw opnemen als ik stof gezogen heb. En dan gaan we daarna gezellig frappuccino maken. Ga ik jullie meenemen hoe je dus zelfs een frappuccino kunt maken. Dus dat gaan we dan. Ga ik dan lekker gezellig de nieuwe blender gebruiken. Dus ik heb daar wel heel veel zin in. Het is ook wel echt weer van zo'n lekkere. Ja, het is eigenlijk gewoon ijskoffie. Dus daar neem ik jullie dan in mee. Maar ik ga nu eerst even zorgen dat die video opnieuw erop komt en alles. En dat het hier weer een beetje aan kant is. Ik ga dus lekker frappuccino maken. En ik gebruik daarvoor volle melk. En ik ga de karamel doen. Dus ik heb de dessertsaus nu van de Hero. Die was goedkoper dan die van het eigen merk. Daarnaast heb je een kopje espresso nodig. En ijsblokjes. Die pak ik er zo meteen bij. Want als ik die nu pak, smelten ze weg. Ik heb zelf een espresso machine. Dus die ga ik gebruiken. Maar even een tipje. Mocht je een Senseo hebben. En je hebt bijvoorbeeld een wat nieuwere. Zie je hier drie knopjes zitten. De bovenste is echt een hele volle bak. Dan krijg je deze bijvoorbeeld, is heel fijn voor cappuccino. En de onderste is echt espresso. Dan krijg je een heel klein laagje. Dus die kun je dan zo naar onder schuiven. En dan krijg je een klein laagje. Maar mocht je dat nou niet hebben, kun je natuurlijk ook gewoon een klein beetje
koffie maken. Ik doe dit zometeen, ga ik dat allemaal in de blender gooien als ik het bij elkaar heb gedaan. Maar dan weten jullie in ieder geval even wat ik ga gebruiken. Dus ja, ik ga jullie meenemen om dit te maken. Geef iets heel belangrijks, want we hebben uiteraard ook slagroom nodig. Die was ik gewoon helemaal vergeten. Dus, maar goed, dat gaan jullie zo meteen zien. Maar die hebben we dus ook nog nodig. Dus nu ga ik er echt aan beginnen. En mijn frappuccino is klaar. Ik hoop dat het helemaal goed is gegaan. Ik had hem even niet goed vast, dus alles ligt nu hier. Dus dat moet ik zo even opruimen, maar ik ga zo even proeven. Dus dat gaan we eens eventjes doen. Oké. Hij had langer in de blender gemoeten. Hij is nog te dun. Hij wordt dus echt wat dikker te worden. Dus het is wel lekker, maar hij is wat aan de dunne kant. Dus dat is jammer. En omdat het even misging, is dat ijsklontje niet super koud. Maar het werkt wel. Dus ik ga gewoon binnenkort nog een poging wagen. En dan moet het gewoon goed gaan. Het was gewoon even voor de eerste keer. Het ging eventjes niet helemaal goed. Maar dat komt goed. Dus ik hoop dat je een beetje een idee hebt gekregen hoe dat kan in ieder geval. Keukentjes weer schoner, jongens. De vlekken zijn allemaal weg. Dus was eventjes minder, maar het is allemaal weer gelukt. Dus alles is weer schoon. Dus dat is een goed teken. Deze ook. Die heb ik hier nog even staan. Even de bovenkant even met een droge doek na. En dan is die ook weer schoon. Dus dan kan die ook weer op zijn plek. Oeh. Zo, ik ben klaar. Ja, het lijkt net of ik super druk ben geweest, maar er viel best wel mee. Maar het was natuurlijk gewoon even de tegenvallen dat die blender niet goed zat. En het was de eerste keer dat ik werkte met een blender. Dus ja, de eerste keer kan ik in misgaan. Nu weet ik gewoon hoe het moet. En ik vond het ook wel raar, want hij ging niet aan. Maar dat is gewoon echt beveiliging. Je moet echt goed die dop erop zetten. En nou ja, goed. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Alles is weer schoon. Dus dat is prima. De video is opgenomen. Geeft me een fijn gevoel. Ik heb zelfs een reel opgenomen die ik morgen online wil zetten. Dus ik ben wel benieuwd. Heb ik ook nog nooit gedaan. Dus ga ik ook gewoon eens een keer proberen. Nog even lekker in mijn blog en YouTube-boek aan de gang geweest. Maar verder ook niet heel veel gedaan. Maar goed, ik had die video natuurlijk ook alweer gedaan. Dus ik denk, ik vind het allemaal wel prima. En mijn keuken heb ik alweer schoon, omdat die natuurlijk gelekt had. Lekker onprofessioneel dit. Ga ik jullie meenemen in het maken van een frappuccino. Gaat het zo goed mis. Maar ja, dat hoort er ook bij, weet je. Het kan ook niet altijd in één keer perfect zijn. En het is ook prima. Het is niet heel erg. Ik wil heel eventjes checken wanneer de regen gaat komen. Want ik heb er zin in. Ik heb het warm. Ik had wel een lekker jurkje aan hoor vandaag. Deze zit wel heel lekker luchtig. En de frappuccino was uiteindelijk heerlijk. Dus ik heb het idee dat het misschien iets dikker moet. Maar dan moet ik hem gewoon iets langer laten blenden. Ik moest even kijken hoe en wat staat er ook niet precies bij. Wanneer komt de regen? Oh, het gaat vanaf 8 uur of 6 uur gaat de zon weg. Oh, er zit helemaal geen regen hier. Nou ja, kan altijd nog veranderen. We gaan het wel zien. Er is wel extreem weer voorspeld. Dus we gaan het wel zien. Soms is die weer-app ook niet helemaal goed. Ik ga nu in ieder geval wel even lekker relaxen. Want ik heb natuurlijk al niet zo lekker geslapen. Dus ik ga gewoon even lekker op de bank bij de ventilator. Gewoon eventjes lekker in de relax-modus. Even bijkomen van alles wat weer misging. Ik moet eventjes naar de kattenbak lopen. Oh, ze komt al. Ja, dan heb je bakken staan en ze willen altijd precies op dezelfde, weet je wel, omdat we het ruzie. Nou ja, goed, kan gebeuren. Ik ga straks in ieder geval lekker douchen, daar heb ik zin in. En lekker eten.
Vanavond ga ik gewoon iets terugkijken. Ik weet nog niet precies wat ik aan ga zetten. Volgens mij heb ik nog één, oh wat een jaar, misschien dat ik die wel gewoon aanzet. En nog wel even wat terugkijken. Dan ga ik eventjes lekker Disney Dreamlight Valley doen. Daar heb ik wel zin in. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En uiteraard even die blogpost afmaken. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. Want daar heb ik natuurlijk super veel zin in. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe dat afloopt. En dan ga ik daarna Blue Light weer kijken. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Ik hoop dat ik vannacht gewoon iets beter slaap. Met die warmte. Dan ben ik zweet mijn bed uit. Mijn hele onderlaken was alweer helemaal nat. En nou ja, goed. Weet je, hoort er eventjes bij. Het is gelukkig maar 2 dagen geweest. Het wordt nu van de week toch alweer wat minder. Dus ik vind het ook helemaal prima. Ik ben gewoon niet gemaakt voor dat Nederlandse weer. Weet je, of als het koud is, dan is het ook gelijk best wel koud. En als het dan heet, is het ook gelijk extreem heet. En ik zal daar echt de enige niet in zijn. Ik kan er gewoon niet zo heel goed tegen. Maar goed, ja, soms hoort het erbij. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 21 juli. Ik zit nu nog even op de bank. Ik heb een beetje buikpijn. Vandaag is de dag dat mijn opa eigenlijk 90 jaar zou geworden zijn. Als hij niet overleden was. En wat raar, we zijn bijna een jaar verder en dat heb ik laatst ook al een keer aangegeven. Maar het is toch zo'n dag dat je er weer even toch weer wat meer bij stilstaat. Dat voelt helaas toch een beetje, een beetje vreemd. Maar goed, het is helaas wat het is. Je kan er niet zo heel veel aan doen. Maar het zou zo mooi geweest zijn als ze 90 had mogen worden, maar helaas. Ik heb gisteravond voor de rechter gekeken. Ik had het eigenlijk nog nooit gezien, maar het was best interessant. Er zijn dus mensen die komen voor de rechtbank omdat ze wat hebben gedaan en horen ze ook meteen de straf. Ik heb daarna iets met het oplichterprogramma gekeken. Dat had ik ook nog op de band staan. Ook best wel interessant. Het ging over iemand die lichtte mensen op. Met allerlei dingen. Hij verkocht dan een laptop of een auto. En dan moesten mensen aanbetalen. En vervolgens werd het nooit opgestuurd of het werd nooit geleverd. En dat team ging daar achteraan. Het begon eigenlijk met iemand die zich had gemeld. Die had een accu van een elektrische fiets. Die was niet goed meer. Er was wat mee. En die man zou dat kunnen repareren binnen 15 of 20 minuutjes. Nou ja, hij kreeg die accu terug. Er was gewoon niks aan gebeurd. Ja, het was op zich best wel interessant hoor. Maar hij begon op een gegeven moment ook te dreigen naar mensen van ja, anders kom ik je wel even opzoeken met mensen van het kamp en zo. Dus ja, voor die mensen die opgelicht waren was het natuurlijk heel dreigend, wat logisch is. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Disney Dreamlight Valley heb ik 2 quests afgerond. Volgens mij heeft 1, dat was wel fijn. Dan heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ik heb de reel ook net online gezet. Of de short, ja. Op Instagram is het een reel en op YouTube is het een short. En dan heb ik gewoon lekker mijn Netflix-serie gekeken. En daarna weer Blue Lights. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik nog even mijn boek gelezen. En toen ben ik gaan slapen. Het was vies warm. Ik heb helaas ook helemaal geen regen gehad gisteravond. Ik was er zo op gehoopt. Maar er was hier geen code geel of code oranje. En bij mijn moeder en Nati was het al aan het regenen. Dus ik hoopte zo dat het hierin kwam. Maar het is niet gebeurd. Het heeft uiteindelijk vannacht wel een beetje geregend, maar ik hoop gewoon nu nog op wat regen. Dus ik heb nu het raam openstaan en de deur van de achterkant. Dus, goed. Ik ga zo even groente afhalen en stofzuigen. En dan laat ik straks de fotospullen gewoon even zien wat ik ga fotograferen. Dus dat is voor nu eigenlijk even de planning. Ik heb fotospullen gepakt. Ik heb van Catrice deze Summer Obsessed collectie met het haaraccessoire. 2 kleurtjes nagellak, de 3 bronzen kleuren, hier komt elke video nog van online, de 3 lipolie kleuren en het highlight paletten, Chloe Face paletten eigenlijk. Dan heb ik hier het oogschaduwpaletten van Marrakesh van Essence en ik heb een prime en finish translucent matte powder van Kruidvat. Dus hier ga ik nu foto's van maken en dan is dat ook weer klaar. Zo, klaar. Ik heb toch nog echt wel het een en ander gedaan. Dus dat is allemaal wel mooi. Ja, toen moest ik boven de fotospullen pakken. Het was natuurlijk bloedheet. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. Dat wist ik ook wel.
Ik heb het raam nog wel lekker open, maar het koelt nog niet heel erg hard af. Want volgens mij is het echt letterlijk een halve graad. Check hoor. Maar liefst 1 graad is het gezakt. Nou ja, het zal de komende dagen wel beter worden. Ik had nog even lekker zo'n frappuccino gemaakt. Dat is wel heel erg lekker hoor. Je moet je niet te vaak doen. Het is natuurlijk heel veel calorieën met al die slagroom erop. Maar het was wel super lekker. Dus even de blender straks schoonmaken. Ik kan alles op zijn plek. Had gisteren natuurlijk ook schoongemaakt. Maar ik had zoiets. Het is nu nog zo warm. Dus wel lekker. Even nog zo'n ijskoffie of frappuccino. Het is natuurlijk ijskoffie. En nu was hij beter gelukt dan gisteren. Dus dat is ook fijn. Foto's zijn klaar, dus dat is fijn. Katten hebben net lekker gegeten. En nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Want daar heb ik wel zin in. Ik ben een beetje moe. Gewoon ja, van de warmte. Omdat je natuurlijk ook al minder goed slaapt. Ik vraag me wel af hoeveel graden het is. Ik heb zo last van de hooikoorts, jongens. De hele tijd dat niezen en benauwd en zo. Oh, 24, maar wel zwaar bewolkt. Ik verwacht inderdaad straks wel een buitje. Oh, nu geeft hij aan extreem onweer. Oké, nou, dat gaan we straks afwachten. Ga ik zo wel even het raam dicht doen. Want als ik dan even op de bank ben en het gaat onweren, dat is niet zo prettig. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik wat terug. Ik moet even kijken wat ik ga terugkijken. Ik weet het nog niet, maar er staat genoeg op wat ik kan kijken. Dus er komt wel weer wat voorbij. Ik ga nog even Dreamlight Valley doen van Disney. Ga ik mijn foto's bewerken. Lekker verder met mijn Netflix-serie waar ik zin in heb. En daarna zie je zij. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt het. En ik moet wel zeggen dat je nu op zo'n dag als vandaag wel weer meer eventjes ook aan opa denkt. Was je elke dag nog in mijn gedachten. En ik heb laatst ook echt over hem gedroomd. En dat was zo levensecht. En heel vaak als ik wel eens droom over mensen die overleden zijn, dan denk ik, maar dit klopt niet, want jij bent er niet meer. En dat had ik dus bij die droom met opa dus totaal niet. Dus op de een of andere manier is het ook nog niet verwerkt dan, denk ik. Maar goed, hopelijk vannacht iets beter slapen, zou het nog een beetje lastig worden, omdat het natuurlijk nog een beetje warm is. Ik ga nu lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 22 juli. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is lieve Lente jarig. Zij is 4 jaar geworden. Echt bizar hoe hard dat is gegaan. En vooral als ik dan foto's terugzie van bijvoorbeeld vorig jaar. Dat ik dan zie dat ze nu alweer zo'n stuk groter is. Langere haartjes heeft. En het is bizar. Ze gaat gewoon naar school na de vakantie. Heel gek dat ze zo snel groot is geworden. Dus zaterdag is de verjaardag. Dus dat wordt wel gezellig denk ik weer. Het gaat even niet zo lekker met mij. Het is de tijd van de maand en aan de ene kant had ik zoiets van, het is ook wel fijn, want omdat ik ook na die ingreep helemaal geen bloed had gehad, dacht ik, dan kan alles er gewoon even uit, weet je wel. Een grote schoonmaak van binnen. Nou, ik heb nu zo'n buikpijn. Ik merk zo dat deze zo hard binnenkomt nu, na die ingreep, dat ik echt merk dat het echt wel invloed heeft. En dat het gewoon echt heel veel pijn doet. En dat ik het liefst opgekruld op de bank in een hoekje zou gaan liggen. En daar niet meer af zou komen, totdat het wat gaat zakken. Maar dat ga ik niet doen, want ik ga gewoon wel mijn dingen doen. Maar het is best pittig. En dat valt best wel een beetje tegen, moet ik zeggen. En normaal gesproken heb ik al wel pijn, maar dan is het niet zo intens als dit. Dus dit is nu wel even heel na, maar goed, het zal wel weer goed komen. Maar ik zit het echt gewoon te verbijten en af en toe zit ik echt zo van, net of ik het wegblaas. Ja, dat doe je alleen als je weeën hebt, dus dat slaat ook nergens op. Gisteravond heb ik gekeken naar Voor de Rechten weer. Ik vind het best interessant. Daarna heb ik even een aflevering van Meester Frank Visser gekeken. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn die rol. Ja, paarse kleur is het meer. Stel eens scherp. Ik heb hem erbij gepakt. Dat is dat lakje van Catrice, deze. En dit is dan de C02 Catching Sunsets. Dus, wel leuk. Hij heeft ook een hele mooie glans van zichzelf. Dus dat is fijn. Ik heb nog even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan.
Daarna ben ik, ja, ik kon daar wel het een en ander doen, maar op een gegeven moment moest ik bij een van die huisjes zijn van Mickey Mouse. Ja, en die lag te slapen en dan kan je daar niet naar binnen, want dan moet je wachten tot hij wakker wordt. En dat werd hij niet meer toen ik aan het spelen was. Ik denk, nou, dat moet dan maar weer de volgende keer. Ik heb mijn foto's bewerkt en toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Weer zo'n spannend einde en dan heb ik alweer zin om door te kijken vanavond. En daarna weer... CSI was ook wel spannend. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En slapen was ook weer verschrikkelijk. Het was warm. Ik heb nu het raam in de slaapkamer ook open. Raar gedroomd. Voor mijn gevoel is mijn bed alweer zeiknat van het zweet. Echt verschrikkelijk. Maar ja, het koelt in huis heel langzaam af. Het is nu 25,5. Dus het heeft, toen ik naar bed toe ging, was het 26. En toen ik opkwam 25,5. Dus het heeft een half graadje afgekoeld. Dus ik hoop nu dat het iets sneller gaat. Maar dat zullen we maar even zien. Ik ga zo eventjes een was aanzetten en de bakken doen en de douche en de gang. En ik moet nog was opvouwen. Dus ik heb genoeg te doen, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, ik ben lekker klaar. Het was uiteindelijk best wel warm, maar het is allemaal wel weer gelukt en daar ben ik blij om. Douche is weer schoon, de bakken zijn schoon, de gang is schoon, de was is opgevouwen, dat is ook wel weer fijn. Moet alleen nog in de kast, maar ik had geen zin meer om naar boven te gaan. Ik had een laatste sjaal meegewassen, die heb ik net even opgeborgen. En nu wil ik eigenlijk mijn winterjas nog wassen, maar ik moet even kijken met dat laagje, zeg maar. Daar zit nog wel even over na te denken. Ja, verder eigenlijk gewoon allemaal prima. Gelukkig is de buikpijn ook gezakt. Dus dat is wel heel fijn. Want toch dat ik denk, oh, het is toch wel fijn geweest om dan toch bezig te gaan. Want het is nu gewoon weer ja, wat gezakt. Dus nu ga ik zo eerst even lekker wat drinken. Want ik heb wel een beetje dorst gekregen. En dan nog eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor ik weet er alles van. En uiteraard de BNB van Liefde ook wel weer zin in, hoor, dat het verder gaat. Verder ga ik nog even een spelletje doen en blogpost schrijven, even de video van morgen in elkaar zetten, die uploaden, zodat die klaar staat. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie en daarna weer zien zijn. Dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Ik moet gewoon even uitpuffen, want het is niet eens super warm, maar gewoon doordat je dus van alles aan het doen bent. Het is 23 graden, het is half bewolkt. Ik had het idee dat er nog een buitje ging vallen, maar het is niet gelukt. Die weet later nog. Goed, ik ga nu echt eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 23 juli. Ik ben klaargemaakt en ik heb weer de boel openstaan. Het is nog steeds wel warm. Er zitten nu wat buien in de lucht. Het was straks nog redelijk zonnig, maar het begint nu wat buiiger eruit te zien. Dus ik hoop dat er wat gaat vallen, maar dat moeten we maar even afwachten.
Ik heb gisteren gekeken naar, ik weet er alles van, en daarna gewoon weer naar de BNB voor Liefde. Ja, was wel weer leuk. Ik vind het toch wel weer leuk dat het begonnen is. Ik merk nog steeds dat ik nog niet helemaal gewend ben eraan, maar dat heeft vaak eventjes nodig, omdat je de kandidaten ook een beetje moet leren kennen en zo. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn video in elkaar gezet voor vandaag en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken, ook weer super spannend. En daarna CSI en toen ben ik ook lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen en ook wel gaan slapen. Ik vind het nog steeds benauwd buiten. Het blijft een beetje benauwdachtig. Ik heb ook heel erg last van de hooikoorts, merk ik. Ik heb ook het idee dat ik een beetje verkouden klink. En dat komt vooral als ik dan opkom. Mickey gaat altijd even in mijn nek liggen. Ja, die vindt dat lekker. En dan denk ik van, ja, soms is het ook een beetje zwaar. Omdat het niet echt een zware kat is. Maar ja, dan begin ik heel erg te niezen en zo. Dus dat is vaak wel iets minder. Maar goed. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. En even de vaatwasser leegruimen. Dan ga ik een video opnemen. En dan ga ik een nieuwe diamond painting starten. Dus dan ga ik jullie gewoon weer gezellig in meenemen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik heb het idee dat ik hier een beetje te veel blush heb aangebracht. Kan ook komen door de lichtval. Dus ik moet zo even kijken, anders moet het even bijwerken. Maar goed, dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee vandaag. Ik heb een diamond painting gepakt van Francine. Dat ga ik nu maken met een kat. Twee katten erop. Dus die vind ik ook wel heel erg leuk. Dus dat ga ik nu weer gezellig doen. Zo, alles is weer gelukt. Vaatwasser is leeg. Video staat erop. Dus dat ging eigenlijk allemaal op zich wel goed. Maar toen kwam ik erachter dat ik blijkbaar een dingetje verloren ben in de action wat ik wel had willen hebben. Dus nu heb ik even gevraagd of mijn moeder eventueel voor wil kijken. Dat was een beetje jammer, want ik zit in die tas en kijk, hey, het zit helemaal niet in de tas, maar het stond ook niet op de bom. Dus ik ben het gewoon blijkbaar in de action is dat uit dat mandje geflopt. Ja, helaas. Dus ik hoop dat mijn moeder het kan vinden. Maar ik baal er dan gewoon een beetje van. Het raam is dichtgewijd. Want het waait wel. Maar de zon is ook nog wel weer best wel aanwezig. Diamond painting was wel leuk. Maar het is altijd even lastig om weer een nieuwe op te starten. Ook deze heeft dus geen achtergrond. Hij is wel echt super leuk. Maar ik moest wel eventjes even weer inkomen. Omdat ik natuurlijk de laatste tijd best wel wat van die kleintjes had gedaan. En nu ben ik weer met een grote bezig. Maar dat komt ook wel weer goed. Maar het duurt ook altijd even. Dan moet je alles weer netjes sorteren in die bakjes. Dus nou, dat is nog niet helemaal gelukt. Maar ik heb wel even wat kunnen doen. En leuk om een nieuwe te starten. En hij is wel heel mooi. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ben alweer toe aan het douchen. Want ik stond mijn vaat was leeg te ruimen. Het zweet schoot alweer overal heen. Het is gewoon jammer dat het in huis niet afkoelt. Hij blijft hangen op 25 graden, maar goed. Vanavond kijk ik gewoon weer. Ik weet er alles van. En daarna weer de BNB voor Liefde. Nog even een spelletje doen. Vlog afmaken met bewerken. En dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik weer lekker verder met mijn Netflix-serie. Want daar heb ik al wel weer zin in. Hoofdpijn begint iets te zakken. Daar had ik ook heel erg last van. Dus ik had al een aspirine genomen. Gisteravond kwam ook die buikpijn in alle hevigheid weer terug. Dus dat was ook even minder. Dus dan zit je toch wel iets minder lekker in je vel. Maar goed, komt uiteindelijk allemaal ook wel weer goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je melding zodra een nieuwe video online verschijnt en dan hoef je niks meer te missen. Ik heb nu eigenlijk mijn verhaal niet afgemaakt, want ik ging ineens afsluiten. Maar ik ga dus ook nog CSI kijken en mijn boek lezen. Maar goed, ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!